dikke kans dat u een tijdje verslaafd was. Of op zijn minst iemand kent die dat was. De serie is in 2013 na 3 seizoenen gestopt. Maar voor wie nog een shot kan gebruiken, is er dit voorjaar het toneelstuk Borgen. Eén dingetje moet u wel weten, het stuk duurt 10 uur. Als je serie denkt, verlang je naar seizoen 3, seizoen 4, seizoen 5. Dus mensen die van series houden, die vinden 10 uur te weinig. Het is normaal als je een serieverslaafde bent dat je meer wil, dat je niet wil dat het ophoudt. Borgen gaat over intriges in de Deense politiek. De hoofdpersoon is Birgitte Nyborg, die onverwacht premier wordt. Op het toneel speelt actrice Malou Gorter de rol van Birgitte. Ik haat dit, ik haat dit, ik haat dit. Ze worstelt met het vasthouden aan haar idealen en tegelijkertijd het harde politieke spel. Wat gebeurt natuurlijk in Borgen is dat Birgitte uiteindelijk, ze zegt ook in aflevering, bij ons in aflevering 6 geloof ik, zegt ze het was naïef om te denken dat ik de eerste 100 dagen door zou komen zonder te hoeven liegen. Grote namen staan op het toneel. Actrices Anna Drijver en René Soutendijk spelen gewiekste parlementair journalisten. En Harry Piekema speelt een extreemrechtse politicus. Gelijkheid, vrijheid, broederschap. Maar wie zijn onze broeders nu? Harry, als je nog... Sorry, lieve. Malouna boven? De regisseur Ola Mafalani wilde het stuk eerst omschrijven naar de Nederlandse situatie. Maar dat bleek helemaal niet nodig. Alles was al geactualiseerd. Het klopte helemaal als blauwdruk met de Nederlandse politiek. Arbeiderspartij, de middenpartij, nou, dat is dan bij ons D66. Ook Nederlandse politici zien de parallellen. Voormalig CDA-spindokter Jack de Vries smult van de serie. Borgen spreekt me in het bijzonder aan omdat Borgen eigenlijk toch wel de serie is die de grootste vergelijking heeft met de Nederlandse politiek. Dus West Wing is een fantastische serie en House of Cards ook, maar dat is toch een heel ander politiek systeem dan Borgen. Borgen komt eigenlijk heel dichtbij. Niet alleen de politieke spelletjes zijn volgens de Vries realistisch, ook de persoonlijke intriges. In Borgen bezwijkt het gezinsleven van Birgitte Nyborg onder de veel eisende baan. Wat is er met jou en papa aan de hand? Het is pijnlijk herkenbaar voor de Vries. In 2010 valt ook zijn huwelijk uit elkaar omdat hij een affaire heeft met een ondergeschikte. In het echt is het altijd erger. Zeker als het jezelf betreft natuurlijk. Voor mij was het ook toen zo van, laat die politiek nu maar zitten. Mijn privéleven en hoe ik dat ga zien op te lossen vind ik echt belangrijker. En ik wil die camera's en die fotografen weg hebben bij mijn kinderen. Dat is echt, dat zit natuurlijk ook in Borgen. Dat is wel dan krijg je echt die vraag van, hallo, waarom doe ik dit allemaal en is dit het wel waard? De Vries besluit af te treden als staatssecretaris van Defensie. Nyborg doet dat in de serie niet, maar stelt zichzelf precies dezelfde vraag. Ze blijft teruggaan naar wat wilde ik, waarom heb ik dit willen doen? En wat is het me waard? En welke consequenties draag ik en welke consequenties wil ik niet meer dragen? Grote thema's in 10 uur toneel, maar het publiek kan wel af en toe even op adem komen. Het stuk wordt opgediend in afleveringen van 1/2 uur. Maar Mafalani is zo enthousiast dat ze nu al droomt over een volgende live-serie op het toneel. Homeland is mijn volgende, als ik daar de rechten voor krijg. Of het publiek het concept van de theatermarathon ook naar meer vindt smaken, weten we vanaf zaterdag. Dan gaat het stuk in première.